Vinoc Silberat Misser verdedigde gisteravond zijn proefschrift getiteld Prescription Medicines, Heavy Metals and Adverse Birth Outcomes in the Republic of Suriname, Epidemiological and Cross-Sectional Epidemiological Studies in de Centrumkerk, de aula van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Vinoc Silberat Misser heeft tijdens zijn promotietraject onderzocht in hoeverre zwangere Surinaamse vrouwen worden blootgesteld aan potentieel schadelijke medicijnen en aan kwik, lood en mangaan uit het milieu. Ook is nagegaan in welke mate deze stoffen het verloop van de zwangerschap en de gezondheid van het ongeboren of pasgeboren kind negatief zouden kunnen beïnvloeden. Hiertoe is gebruik gemaakt van verbruikgegevens die beschikbaar zijn gesteld door het Staatsziekenfonds en gegevens verzameld door de Caribbean Consortium for Research in Environmental and Occupational Health. Silberat Misser concludeerde dat sommige zwangere vrouwen medicijnen moeten innemen die risico's kunnen vormen voor hun zwangerschap en de gezondheid van hun ongeboren of pasgeboren kinderen. En anderzijds dat er geen associaties zijn gevonden tussen geneesmiddelen, hoge bloedmetaalspiegels en ongunstige geboorteuitkomsten in zwangere vrouwen, maar wel dat er een verhoogd risico aanwezig is om hoge mengspiegels te krijgen bij een laag inkomen of als je woont op het platteland in het binnenland. Verder is gebleken dat sommige vrouwen relatief grote hoeveelheden kwik, lood en of mangaan in hun bloed hadden, in sommige gevallen zelfs hoge concentraties van 2 of 3 van deze zware metalen tegelijkertijd. Vooralsnog leken deze zorgelijke bevindingen niet in verband te staan met problemen tijdens de zwangerschap of bij het ongeboren of pasgeboren kind. Silberat Misser zegt ook dat er acties genomen moeten worden om de gezondheid van zwangere vrouwen te kunnen waarborgen. Kan ik aangeven dat het op public health gebied van onderzoek, handhaving van bepaalde wetten, denk maar aan de kwik, wetgeving en training op verschillende vlakken, dringende interventies moeten plaatsvinden om de gezondheid van met name zwangere vrouwen en de kinderen te kunnen waarborgen. Dit onderzoek met een kleine groep deelnemers over een korte periode dient als wake-up call voor beleidsmakers, gezondheidswerkers en onderzoekers om op onderzoek gestoeld beleid te ontwikkelen ter bescherming van zwangere Surinaamse vrouwen en hun kinderen.